Wij willen met u drie versen lezen, en wel van 1 Johannes 5, 1 Johannes 5, de versen 14 tot en met 16, waarboven staat de kracht des gebeds. Ik weet niet wat er bij jullie boven staat, maar dit is de Bijbel van de Statenvertaling. En hierboven staat de kracht des gebeds. En dit is het, de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot den dood, dien zal God bidden, en hij zal hem het leven geven. Dengenen, zeg ik, die zondigen niet tot den dood. Dus het wordt hier eigenlijk al twee keer genoemd. Er is een zonde tot den dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Het is opmerkelijk, vanavond vermenigvuldigden zo de gedachten. Vanavond was in de gedachten, ja, de gebeden. Vele gebeden zijn er geweest, misschien ook bij u, bij familieleden, om welke omstandigheden dan ook. De kracht des gebeds, de kracht en de vrijmoedigheid die vanuit 1 Johannes 5 wordt vertolkt, ja, de kracht en de vrijmoedigheid, dat ligt niet bij de mens. Dat is altijd bij de Heere vandaan. Hij weet precies wat wij nodig hebben in dit leven. En niet elk gebed wordt ook altijd op onze tijd verhoord. En sommige zaken die worden gevraagd in de gebeden voor tijdelijk belang, die worden niet altijd verhoord. En in de eerste plaats roepen wij altijd in de gebeden aan dat de Heere heilig is en rechtvaardig. En dat hij alle lof en aanbidding waardig is, in welke toestanden we ook verkeren in dit leven. Ook al zien we ons een leger om ons omringen, nochtans zal de Heere aan zijn eer moeten komen. En ook al is het dat wij met een Job op de puinhoop, op de as, moeten neerzitten, hoe moeilijk het ook is in het leven, de naam des Heere zij geprezen, de naam des Heere zij geloofd, omdat alles wat God doet, zoals dat gezang wel zegt, ja, dat is wel gedaan. En er is dan ook alleen ware vrijmoedigheid van het gebed, de kracht des gebed, dat is alleen
door de werkingen des Heiligen Geestes, die de gebeden in de harten wil schenken, waar die biddende en die dankende hoge priester al veel eerder dan ons mensen weet hoe en wat wij nodig hebben. De eerste plaats, de geestelijke belangen voor onze onsterfelijke zielen, dat de nood op het hart gebonden zou worden, dat wij dood zijn in de zonden en in de misdaden, en dat we een nieuw en een rein, dat betekent een vlezen, een rein hart, zouden ontvangen door de werkingen des Heiligen Geestes. Dat is zo nodig voor een ieder in ons leven, want wij hebben na onze diepe val in het paradijs, hebben wij ons leven, hebben wij onze zielen, zaligheid, hebben wij verkwanseld. Wij hebben God op het hoogst misdaan en wij zijn des doods schuldig. Wij hebben gezondigd, ja wij en onze vaderen tevens. Wat een genade, dat een drie-enig God een weg en een middel heeft uitgedacht om voor zijn volk het eeuwige leven op zijn tijd aan te brengen. Dat is alleen genade. En vanavond vermenigvuldigden zo zich de gedachten. En ik zal u eerlijk bekennen, in de gedachten waren dat het gebed dat al zo lang gebeden is, dat het niet altijd verhoord wordt. En we bladerden zo in het heilige woord van God en we kwamen bij 1 Johannes 5 en de ogen vielen op het 14e vers tot en met het 16e vers, waar we al zeiden waar boven staat de kracht des gebeds. Dat is nou van die biddende en van die dankende hoge priester, de Heere Jezus Christus, die als advocaat voor zijn kerk bij de Vader afsmeekt, of die en gene nog behouden zou worden, ook na ontvangen genade, ja zeker na ontvangen genade, omdat de mens van nature tot alles in staat is. En de oude mens onderwerpt zich niet aan die nieuwe mens. Dat is altijd een strijd. Strijd tegen die driehoofdige vijand. De duivel, de wereld en ons eigen verdorven boze vlees. Maar toch wil hij zijn kinderen de vrijmoedigheid schenken dat de gebeden die in waarheid in de ziel gebracht zijn door de werkingen des Heiligen Geestes, ja die gebeden die heilig zijn in de ogen des Heren, die zijn alreede verhoord. Die zijn alreede verhoord. Zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. De gebeden. Dat hoeven geen ellenlange gebeden te zijn, maar het gaat om de waarheid die in ons binnenste door Gods geest wordt geschonken, die geest der genade en der gebeden. En we durven gerust te zeggen, die geest der vrijmoedigheid, op het vrijmoedigheid te gaan
tot de troon der genade om barmhartigheid te verkrijgen, ook voor onze naast. Gebeden zijn toch altijd nodig in dit leven? En toch, na ontvangen genade, moeten wij nog veel leren. In het 15e vers staat: en indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de gebeden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Geef ons een gebed om te bidden. Een gebed. En u zult ongetwijfeld denken, weet u wel, aan die man daarachter in de tempel. Wie was dat? U weet het wel. Het was die tollenaar. Zit achter in die tempel. Wij zouden zeggen in deze tijd, die man daarachter in die kerk, die zijn ogen niet durft opheffen naar omhoog. O, hij zal vast wel eens die trotse fariseeën daar in het voorhof gezien hebben, met zijn prachtige lange gewaad en met zijn shekels en met zijn kettingen, misschien wel met een lintje op de borst van: kijk eens, hoor eens en zie eens, ik kom eraan, ja hoor, we gaan weer bidden op de hoeken van de straten en in de voorgestoelten der synagogen. Maar tussen al die mensen en die trotse farizeeërs, ja, daar zien wij een arme tollenaar. Hij weet dat hij kwaad heeft gedaan. En nu de vraag: weet u ook dat u kwaad en boos hebt gedaan tegen een heilige en een rechtvaardig God? En dat wij onze naasten ook lief moeten hebben als onszelf. Onze vijanden lief hebben als onszelf. Kijk, wij kunnen uren en uren en uren praten over: ja, je moet lief zijn voor een ander. En je moet zus en je moet zo. Maar als nou het werkelijk in de praktijk wordt gebracht, zomaar in het dagelijkse leven, zijn wij dan ook een ander tot een hand en tot een voet? Of kunnen we zware praatjes houden, maar de praktijk der godzaligheid wordt gemist? Dan moet die hand in eigen boezem en dan komt die er melaats uit. Kijk, we zien wel de splinter bij een ander in zijn oog, maar die eigen balk, die moet toch eerst uitgenomen worden? Kijk, en er was die tollenaar daarachter in die tempel, achter in die kerk, in die synagoge, die was daarachter gebracht. Hij wist dat hij de mensen misleid had en dat hij verkeerd en dat hij boos had gedaan en dat hij des doodschuldig was, doodschuldige zondaar. En hij durfde zijn ogen niet heffen naar boven. En hij riep uit: o God, wees mij de zondaar genadig. Hoe lang was dat gebed? 7 of 8 woorden. We weten dat gebeden in het huishoudelijke, dat die niet per se lang hoeven te zijn. Maar het nodige, het geestelijke, dat is zo nodig. Maar toch, ik geloof toch wel dat een christen bewust, maar ook onbewust, de gebeden opzendt tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid zouden verkrijgen. Maar toch, er ligt nog een dagelijkse les in de gebeden. Want bidden wij wel met een oprecht hart? Hebben wij wel ooit eens die zonden en misdaden oprecht beleden? Ik heb gedaan wat kwaad was in uw heilige ogen. Ik
dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbel waardig. Die gebeden zijn zo nodig en het was onlangs en ik dacht bij mezelf, waarom worden die gebeden nou niet verhoord? Zou het nou deze reden niet zijn dat we niet alles voor het heilig aangezicht hebben beleden wat wij werkelijk fout, verkeerd, zondig hebben gedaan? Strafwaardig. Strafwaardig. Vanwege de zonde. Vanwege de afmaking. Van doen en laten, maar ook van nalaten. God aan zijn plaats gehouden. Dat heilige woord niet onderzocht. Onderzoek de schriften. Want deze zijn het die van mij getuigen. Dat weten we ook wel. Er is zoveel lippentaal in deze wereld, maar ook in de kerken, zoveel lippentaal. Als men maar van de mensen gezien wordt, als het centenbakje maar vol zit met gouden tientjes, bij wijze van spreken, dan komt allemaal wel goed. Maar de Heere ziet geen rijken na, maar hij ziet naar een arm en een ellendig volk, dat nochtans op de naam des Heeren hoopt. Ja, maar u zegt, Abraham was toch ook rijk? Ja, Abraham was rijk. Maar waar was hij nou rijk in? In de goede gaven. De eerste plaats in het geestelijke. Maar zijn rijkdom lag niet zozeer in geld, maar in schapen. Dus de rijkdom van zoveel jaren geleden voor Christus. Die rijkdom van de Bijbel. Voor het aardse kunnen wij niet vergelijken met deze tijd. Maar in deze tijd is alles corrupt. In deze tijd is alles afval. En we gaan daar niet te veel aan over uitweiden. Maar de rijkdom in de tijd van de Bijbel. Koeien en schapen en runderen en landerijen. Dat is toch wel een hele andere rijkdom. Als Lamborghinis en Ferraris van deze tijd. En van een prachtig huis. Ja, natuurlijk mag je wel wat achter de hand hebben. Maar is dat alles? Alleen de ware rijkdom is. Dat wij God loven en prijzen. En dat met een rein en een nieuw, een vlezen hart. Dat gereinigd is. Door de kracht van het bloed van Christus. Dat is zo nodig. Om gedoopt te worden met water en geest. Om, net als bij die pinkstelingen waar wij kort geleden hebben overdacht. Dat wij door diezelfde geest van Christus gedreven worden. Gedreven, maar we moeten nodig naar het 15e vers. En indien wij weten dat hij ons verhoort. Wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de gebeden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Geef ons een tong en mond om u te loven en te vragen wat nodig is. Een hart om op te merken, om overleggen, om te overleggen, gelijk een Maria. Die al die woorden overlegde in haar hart. Wat van de engel gesproken was. Zo wil de Heere nog werken. Dat wij overleggen zijn. Dat wij door genade de Heere loven. En dat we omzien naar de naaste. Want daar getuigt 1 Johannes 5 het 16e vers toch ook van. Dat we voor een ander de genade troon bestormen. En voordat wij er erg in hebben, kan de Heere al verhoren hoor. Want hij is bij machten. Ach, hij is bij almachten. Het is een wenk van zijn alvermogen. Om een dode zondaar levend te maken. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde, let wel niet tot een dood. Ja,
die zal God bidden en hij zal hem het leven geven. Dat is het eeuwige duurachtige goed. En alles het andere, dat is bijzaak. Ook al zien wij onze leger omringen, nochtans hem te loven en te prijzen. Hij is het waard. En hij zal leven geven. Omdat die biddende en die dankende hoge priester, de Heer Jezus bij zijn Vader, voor de zijnen heeft gebeden dat ze niet zouden verloren gaan. Dus als wij onze broeders zien zondigen, in gebed gaan. Het is opmerkelijk, hè? Is het u ook opgevallen? Dat hier niet staat, als u uw broeder ziet zondigen, dat u hem draai om zijn oren zou geven. Of dat u uw broeder eens even een harder woordje mee zou spreken. Hé, kerel, dat kan toch niet? Nee, hier staat iets anders. Die zal God bidden. En hij zal hem het leven geven. Dat is een les. Kijk, daar hebben we weer die gelijkenis van die balk en die splint. Het gebed des rechtvaardigen vermag veel, hoor. Het is trouw al wat hij ooit beval. Staat op recht en op waarheid, Paul. Als op onwrikbare steunpilaren. Gebeden voor land en volk. Ik hoorde zo onlangs nog. En we zijn niet zo van die gezindte, maar die man die had toch gelijk. De Heer is nog niet klaar met dit dorp. De Heer is nog niet klaar met Nederland. Hij wil nog genade schenken. Genade voor de grootste der zondaren. Hebben wij dat verdiend dan? Zijn wij van die brave mensen die alles maar verdiend hebben? Ach, helemaal niet. Anders hebt u niet goed geluisterd. Anders hebt u niet goed geluisterd naar die gestalte van die tollenaar daarnet achter in die tempel, weet u nog wel? Die tollenaar. Ja, ik heb het niet van een briefje, hoor. Helemaal niet. Ik heb het niet van een briefje. Dat het licht uitvalt, dat alles ophoudt, ga maar naar huis. Nee, hoor. Alleen door woord en geest. Niet om er zelf wat mee te worden. Maar de Heere ziet naar waarheid in het binnenste. En hij wil en hij zal hem leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot een dood. Want er is een zonde tot een dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Moeten we denken aan Psalm 37. Psalm 37, wees over het heil der bozen niet ontstoken. Want er komt ook een moment in het leven dat men niet meer kan bidden voor de naast. Want dan zijn de gebeden met eerbied gesproken, die zijn afgesneden. Als God de kandelaar van zijn woord weghaalt, dan is de dood in de pot. Dan is er geen geest en leven meer. En daarom dat de gebeden maar zouden zijn. Ach, wilt u de kandelaar van uw heilige evangelie nog doen laten in ons arme vaderland. En dat wij nog in het gebed gaan voor een ander. Dat we het niet van een briefje of van een beetje studie zouden hebben. Maar dat we zouden bidden en vragen om het vrije, soevereine werk van de Heilige Geest, die dode zondaren levend maakt en die het geloof schenkt in de Heer Jezus Christus, die in de Zoon gelooft, die heeft het leven, ook al waren hij of zij gestorven. Kinderlijk geloof. Geloof
dat de handen doet vouwen, die de knieën doet buigen en die in een oprecht gebed de Heere vragen en smeken: wees mij, de arme zondaar, genadig. Ook na ontvangen genade, zijn naam altijd alle eer en lof en aanbidding ontvangen. Hij zal het leven geven op zijn tijd en op zijn wijze. Dan kan het zijn dat generatie op generatie dat er armoede kan zijn. Weten van onze eigen familie. De armoede is geweest. Dat ze uit het huis moesten. Omdat de huur ineens 4 keer zo hoog werd. In die tijd. Ineens, plotsklaps. Maar er was altijd genoeg eten en drinken. En als er dan geld was, dan ging het naar lectuur. Goede lectuur. Naar eenvoudige dingen. Kleding. Vakantie zat er niet bij. Maar alleen de geestelijke gaven. Dat eeuwige duurachtige goed. Dat is zo nodig. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Dat land, vloeiende van melk en honing. Dat land, dat door de hemelse landman bereid is. Hij die zijn armen nog uitstrekt naar een wederhorig kroost, omdat het altijd bij hem zal wonen. Dan zullen wij hem kennen uit de heilige schriften, de eerste plaats, maar ook in het rijk der natuur. Heeft u het vandaag ook al gezien? Zul het mooi weer? En als u dan zo de polder doorrijdt, dat de natuur weer opbloeit. Zagen vanmiddag nog een bekende. Maar hij geeft altijd op zijn tijd genade en leven. Vooral dat eeuwige leven. Zo noodzakelijk dat hij de eer ontvangt. De zondaar op het diepst vernedert. Wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen tevens. Het zal een wonder zijn, het zal een wonder blijven. Als hij ons eeuwig genadig zou zijn, ook vertrouwende, wetende van de hoop die in ons is. Nu dan, u die gelooft, je zij dierbaar. Hij is de levensvorst. Hij heeft die strijd alleen moeten strijden. Hij heeft de hel en de duivel overwonnen. Hij is de triomfator. De Heer Jezus Christus, hij leeft in alle eeuwigheid. Hij heeft het leven aangebracht en dat past ons tot eeuwige eerbied. Hem eeuwig te loven en te prijzen, hij is het waard. Alle lof en aanbidding waardig. Kon en mocht het zijn van nu af aan en in alle eeuwigheid. Bergen vlak, zeeën droog. Hij komt, de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk dat wrevelig heil moet zwichten, dat wordt in rechtmatigheid geleid.
geleid door woord en geest. Niet van een blaadje, nee, in het hart geplant. Hij geeft vruchten in overvloed, die zelfs het aardrijk herleven doet. Zijn naam is wonderlijk, Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid. Hij bestendigt, hij volvoert zijn raad. Dat is zijn liefste werk, dat heilige avondmaalsformulier. Ik voor u. Daar ga je anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Het leven aangebracht. Zijn verlost. Door genade. Niet verdiend. Loutere genade. Van die liefde koorden. Getrokken met koorden van eeuwige goedertierenheid.